Ja, de mensen zeggen mij dat toch. Dus dat vaak ook triestige liedjes zijn. Dat is het woord eigenlijk dat ze gebruiken. Triestige liedjes. Maar happy triestig zoveel. Ja, een beetje. Ja, de meeste mensen zijn toch meestal, proberen toch meestal vreugdevol en gelukkig en niet triestig door het leven te gaan. En ik ook. En ik merk in mijn omgeving ook dat iedereen zijn best doet om constant blijgezind te zijn en zo. Ja. Maar dat lukt dan meestal niet. Zo. En soms. Heb je wat tegenslag en zo. En de mensen klagen dan dat ze eenzaam zijn en een beetje teleurgesteld in het leven. Zeker ouder wordende mensen zeggen van ja, ik heb niet alle kansen waargemaakt die ik in mijn leven gekregen heb. En dat soort tristesse zit er deze keer ook wel in. Ja. Ja. Ik kan er ook niet aan doen. Hè. Ja, bedoel, ik leef nu eenmaal in dit tijdsgevricht. Ik woon ook niet in Londen en ik ben ook niet verslaafd aan crack en zo. Maar ja, de meeste Vlamingen zijn ook een beetje in mijn situatie, denk ik. Opgegroeid in een eenvoudige familie. Geen intellectuelen, zeker niet. En dan uw best niet doen op school. Naar de mis. Naar de mis en zo, ja. En dan, dan gestort worden als een kiekens onder kop in het leven van de volwassenen. En daarover schrijf ik dus meestal. En dat heel veel mensen zich daarin herkennen, denk ik. Dat heel veel jonge gasten echt zoiets hebben. Shit, nu zeg ik het ook, iets hebben van. Ja. Veel jonge mensen in een gelijkaardige situatie als ik zitten. Toen ik jong was, wist ik ook eigenlijk niet goed wat aanvangen met mijn leven. Ik wilde vooral popmuzikant worden, dat was mijn grote droom. Maar ik dacht ook, fucking hell, dat zal nooit niet lukken. En het is uiteindelijk toch gelukt. En ik denk dat heel veel mensen ook aangetrokken worden door de vreugde eigenlijk. De levensvreugde die wij uitstralen als groep. Dus het is een groot woord natuurlijk. En de echtheid ook wel, denk ik. Hè? Denk het wel, zeker. En we doen het ook zeer, zeer graag. Hè. Elke keer als we gaan spelen, dan zien de mensen ons erop komen met een glimlach van hier tot in Tokio. Gewoon blij als kleine kinderen dat we op dat podium mogen kruipen en onze gitaren in die versterkers pluggen. En dan keihard rammen op die gitaren, op die drums. Ja. Dus ik denk echt dat dat overkomt bij de mensen. En denk dat de mensen ons daarom graag zien, ja. Het is toch tof als de mensen nu graag zien.